Omdat we willen zorgen dat er in de instroom komt, op de RFC zeg maar, en op de Hogeschool aan Nijmegen. En de leerlingen enthousiast te maken voor logistiek. Omdat er heel veel onwetendheid is. Maar elke branche heeft te maken met logistiek. Dus en dat proberen we hier kennis te laten maken door een spel, zeg maar, door inzicht te krijgen. De scholieren doen mee met verschillende spellen die te maken hebben met het beroep uit de logistieke sector. Zo is er een escape room, maken ze een optimale reisplanning voor het maken van hamburgers en worden er pizza's bezorgd. Ja, de reden dat wij dit doen als Montessori College Nijmegen en Groesbeek is dat wij willen dat leerlingen kennis maken met deze wereld om te kunnen kijken van nou is dit mogelijk iets voor mij. Hè? Want we willen al die beroepswerelden af en logistiek is er één van. En dat ze zich goed kunnen oriënteren en een goede keuze kunnen maken voor het vervolg na het VMBO. De logistieke sector kampt met een personeelstekort door onder andere de onbekendheid van het werk. Ik wist niet echt precies wat het was. Ik wist op zich wel een beetje wat het was met vervoer en zo en vrachtwagens. Maar ik had er nog niet echt per se op ingekeken wat het nou eigenlijk was. En toen kreeg ik allemaal uitleg en nu zie ik eigenlijk een beetje van wat er allemaal met die vrachtwagens gebeurt en met bestellingen en dat dat eigenlijk best wel belangrijk is. Ik heb nog niet iets gevonden wat ik per se leuk vind, maar tot nu toe zeg maar van wat ik al heb gezien, het lijkt me best wel leuk om te doen. Maar ik heb nog niet iets specifieks gevonden wat ik leuk vind. Dus dat betekent dat iedere dag hebben we ongeveer, iedere week ongeveer 700 leerlingen die we enthousiast maken. En dat gaat zeker lukken. Het weer is mooi, de begeleiders zijn enthousiast. Dus ik denk dat het zeker gaat lukken.